Welkom allemaal, ik ben Jerry Verleeuwen. We zitten hier als een stel a cappella zangers, dus we gaan zo ook aan het einde nog even een mooi stukje muziek te horen brengen. Dat weten de heren nog niet, maar dat gaan we zo wel even doen. We gaan proberen een vraag- en antwoordgesprek op gang te brengen. Hè? Zoals Winston Churchill al zei, never waste a good crisis, ofwel corona. Daar willen we het met jullie ten aanzien van groothandels even over hebben. Wat is daar allemaal gebeurd? Ik stel voor dat ieder zich even heel kort voorstelt. Echt heel kort. Ik weet dat jullie heel lang kunnen praten. Dus aan jullie de uitdaging om je even voor te stellen. Diederik. Ja, Diederik Kersten, samen met broer eigenaar van Kersten BV, importeur van woonaccessoires. Mijn vader zegt, we verkopen dingen die je niet nodig hebben, maar je wel gelukkig maken. Werner Duimel, groepmanager e-business bij de Paardenkopergroep. Organisatie waar verpakkingen eigenlijk zeg maar onze leidraad is. En ik ben Okko Huisman, ik ben een medeoprichter van Cloudsuite en wij leveren een e-commerce oplossing voor groothandels en merkfabrikanten. Oké, nou, interessante mix. Als het goed is kunnen we wat van jullie leren. En dat is ook gelijk de eerste vraag eigenlijk. Wat hebben we geleerd de afgelopen periode? We zitten hier nu in een soort trouwzaal bij elkaar. Allemaal anderhalve meter van elkaar af. En wat voor consequenties heeft die hele verandering in de samenleving nu voor jullie de afgelopen periode? En dan kijk ik vooral naar deze drie naast elkaar. Betekent? Nou ja, ik kwam... Op 15 maart zat ik in India en toen werd ik gebeld dat de corona uitgebroken was. En ik snapte niet wat er gebeurde. En ik kwam terug in Nederland en we bestonden dat jaar na 51 jaar. En ik dacht, mijn bedrijf gaat failliet. Alles werd gesloten, iedereen stopte, cancelde orders. En dat zijn geen orders van 10 euro of 100.000 euro, van miljoenen. En ik heb 3 dagen niet geslapen. En toen ben ik ten aanval gegaan. Toen zeg ik laat me niet verslaan. En dan kan je zeggen, we hebben de beste jaren gehad. Maar dankzij wel dat wij net daarvoor aan e-commerce hadden gedacht. Dat waren we al een tijdje geleden mee begonnen. Maar dat hebben we in een rap tempo heel groot gemaakt. En bijna 40-50% is eind van dit jaar verkopen wij via een platform of via e-commerce. Of krijgen we via e-commerce binnen. Dus wat heb ik ervan geleerd? Niet bang zijn, juist de aanval gaan. Oké, dankjewel. Werner? Ja, ik denk dat het zo'n moment inderdaad is geweest, hè, die 15 maart. Dat iedereen zich waarschijnlijk nog wel kan herinneren waar die was. Als ik vanuit paardenkopen praat, in eerste instantie hoor je het nieuws aan. En niet gelijk, maar natuurlijk het besef hebben van oké, wat voor impact gaat dat krijgen. Wij zijn in verschillende markten actief. We zijn in de agri- en industriemarkt actief. We zitten in de food and service. En we zitten in de horti. En in eerste instantie heeft die laatst genoemde met name zeg maar, wel de klappen ontvangen. Dus dan ga je gelijk zeg maar, in een stukje, laten we zeggen, toch noodscenario bijna al denken. Om ervoor te zorgen van oké, hoe zorgen wij dat uiteindelijk wel onze klanten geleverd krijgen. Dat ook die vraag op een gegeven moment nog op een bepaald peil blijft. Nou, vanuit daar zeg maar, ga je die volgende fase in. Als ik uiteindelijk zeg maar, naar de hele periode kijk. Dan heeft het met name ook aan de kant van food and service uiteindelijk zeg maar, geresulteerd in een gigantische stijging van de vraag. De horeca die natuurlijk aan alle kanten werd geraakt en met name de thuisbezorger begon uit te vinden. Nou, dan heb je verpakkingen nodig. Nou, dan zijn we inderdaad behoorlijk online ook actief. Dus ja, men vond ons ook wel als we nog geen klant waren. Dus veel nieuwe klanten gehad. Met een enorme impact, maar vervolgens ook weer op de kleinschaligheid van de logistieke operatie. Veel fijnmazige orders die binnenkwamen waar we wat minder op waren ingespeeld. Dus ja, uiteindelijk heeft het een behoorlijke, je zou kunnen zeggen, kanteling wel bij ons teweeggebracht. Waarbij de wendbaarheid van onze organisatie met name toch wel is uitgedaagd, zou je mogen zeggen, in die zin. Dus daar laat ik het even bij nu. Oké. Yes. Thomas? Nick, sorry. Nou, wij zijn officieel vanuit de B2B begonnen. Dus we zaten echt in 70 landen met 8000 retailers. Nou, dat ging opeens allemaal dicht. Nou, 95% van je omzet gewoon weg. Gelukkig hadden we altijd een buffer opgebouwd, dus daar hebben we wel gelukkig kunnen overleven. Maar toen zijn we gelijk vanuit, we waren al een beetje begonnen, maar we zijn gelijk vanuit, in plaats van B2B, naar B2C kant gegaan. Dus rechtstreeks consument verkopen vanuit onze eigen kanalen.
Ja, dat is gewoon een hele stap geweest om dat weer op te zetten. Gelukkig hadden we al net voor de coronacrisis echt de eerste stap gezet. Om ook cross-border te gaan verkopen. Ja, dat zijn we al hebben doorgezet om gewoon in elk land een lokale webshop neer te zetten die gewoon aansluit bij de behoeften van de klant daar. Dus dat is voor ons een hele verandering geweest. Ja, organisaties iets ingesmald, gewoon weer een hele andere kant op kijken. Ja, dat is voor onze organisatie gewoon een hele omslag. Dus vooral ook in deze tijd gewoon weer nieuwe kansen zien. Kijken van wat kan je wel weer, wat kan je dan wel? En hoe kan je het bedrijf juist versterken in plaats van met zulke situaties? Het was echt een leerzaam periode voor ons. En hoe ver zijn jullie nu weer? Zijn jullie op het oude niveau alweer? Of? Nee, je ziet nog steeds dat de markten langzaam weer open gaan. Dus het gaat weer langzaam, zie je het weer een beetje terugkomen. Maar het is nog steeds niet, toch zijn retailers voorzichtig. Sommige landen zijn gewoon nog steeds een beetje half gesloten. Het gaat langzaam, maar het komt wel weer terug, gelukkig. Dus ja, maar of het helemaal weer terug zou komen, echt B2B of de retailers weer, vraag me af. Maar dat is gewoon iets wat we moeten leren. Ik weet nog goed dat ik op 15 maart door een aandeelhouder gebeld werd. En die zegt, Okko, pas op, want de kans is dat al je klanten failliet gaan. Nou, helemaal schrikken en wat is dit nu allemaal? En, maar goed, dat zijn bijvoorbeeld bedrijven als deze. En wat we geleerd hebben is dat wij een paar dagen paniek, wat Diederik ook zegt. En daarna van jongens, maar hou even, het leven gaat verder. En we moeten eigenlijk, we hadden een heel relevant product. En ja, dat hebben we des te meer nog ingezet bij de klanten om die ook te helpen om de online transitie verder door te maken. Nou, om daar wat specifieker op in te gaan, heren. Van wat is er voor jullie, zowel qua verkoop, inkoop, proces, logistiek, IT niet te vergeten. Okko raakt het al even aan als toeleverancier van jullie. Wat is daar allemaal in veranderd? En dat is nogal veel, dus... probeer maar eens even na te denken wat je voor scherpe punten eruit kan halen. Ten aanval ging, dat was, we wilden eigenlijk niet meer, we gingen niet meer op beurzen staan. Wij verkopen op beurzen. Dus zoals hier op de jaarbeurs hebben we een stand, 300 meter, 5 dagen, kost 200.000 euro. Is er niet meer. Hoe gaan we wel verkopen? Nou, we hebben een virtuele showroom. Geweldig, 750 euro en we verkopen meer dan op een beurs. Fantastisch, maar wel weer een koppeling met onze e-commerce platform gezocht. Want niet alleen maar zo het virtuele nummertje geven aan iemand, nee, we gaan samen. We hebben een nieuw WMS-systeem gedaan, want wij zagen de bui al hangen. Ja. Dus we hebben onze order picking. En die is zo gebouwd nu dat wij ook business to consumer kunnen leveren. Maar dat doen we nog niet, maar het kan wel. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben onze webshop... een tweede leven gegeven. We hadden in 2015 zijn we met Cloudsuite begonnen en we hebben gezegd, we gaan die webshop gewoon naar de hoogste basis. We moeten nog een API bouwen. Dat staat nu op de verlanglijst. Dat is wel handig. Hè, want, en wij hebben ook onze website helemaal naar met SEO-specialisten laten herschrijven. Ik dacht, je schrijft gewoon wat erop, maar dat is dus niet zo. Google Analytics, ik vond het maar onzin. Hartstikke goed. Socials, superbelangrijk. Ik krijg gewoon orders binnen van als ik iets post. Dus ik krijg gewoon de volgende dag, zie ik, 5.000 euro verdiend. Nou, wat wil je nog meer? Ik doe het niet zelf hoor, daar heb ik mensen voor. Maar je moet blijven investeren, dat weet ik wel. En, misschien nog het allerbelangrijkste, wij dachten dat we alles moesten doen. En ik heb nu gezien dat ik echt moet gaan focussen. Dus niet alles willen, focus op dat. En alles wat erbij komt is extra, maar ga ik niet meer doen. Nou, dat is een mooie takeaway, hè? Dat zijn altijd van die zinnetjes. Focus. Diederik, okay. Bedoel je focus? Bedoel je mee assortiment? Of bedoel je? Ik bedoel assortiment, focus. Ik ga nu slim stock, staat hier ook ergens. Dat gaan we aanschaffen. Betere voorraad. We hebben gezien dat we Westwing, dat is een klant van ons. Daar hebben we 1,5 miljoen euro per week gemiste orders, omdat we die voorraad niet hadden. Als wij nou een goed voorraadsysteem hadden, dat nooit op corona kon werken. Maar dan hebben wij altijd die artikelen. Dus... er zijn zoveel mogelijkheden, maar we doen wel focus, niet 10 dingen tegelijk. Want ik wil ook een PIM-systeem hebben en ik ga dus niet Slimstock en PIM samen even doen. Want dat werkt niet. Nee. Ja, bij ons wel anders. Bij ons heeft het, als ik hem even vanuit mijn eigen doelstellingen zou bekijken, dan zit bij mij de verandering vooral in de interne, aan de interne kant. Het heeft me heel erg geholpen... De digitale adoptie te versterken binnen de organisatie. We zijn een grote organisatie, bijna 800 man met meer dan 50.000 klanten. En je ziet in feite de vraag die bestond en die bleef over het algemeen wel bestaan, maar de manier waarop die vraag
zich vertaalde, ja, daar veranderde wel wat. Ja. Dus je zag in feite een kanaalverschuiving. Ja, en dan gaat er zeg maar, toch veel meer draagvlak komen voor hetgeen wat zo belangrijk is. Namelijk ook zeg maar, voor die kleinere klanten, het digitale platform. Ja. En dat heeft mij in ieder geval, maar ook het team zeg maar, geholpen om dus inderdaad naar een volgende fase te gaan. Wat je in die zin uiteindelijk zo mag zien als een digitale transitie. Ja, ja. Het is een beetje zo'n buzzwoord. Wat veel verder gaat dan alleen maar de optimalisatie op SEO-niveau of, foto's, of op de website. Foto's, wij hebben 6 of 7 foto's nu per artikel. Ja, bijvoorbeeld, weet je, dat soort dingen inderdaad ook. De data is natuurlijk ook van belang. Ja. Maar wij zijn uiteindelijk, zeg maar, we willen de belofte waarmaken naar de klant. Dus die levering is natuurlijk ja, is cruciaal. Ja. Maar het gaat er met name ook om zeg maar, dat je met elkaar uiteindelijk vanuit verschillende disciplines digitaal gaat omarmen. Om dat ook zeg maar, weer naar een volgend level te brengen. Ja. En dat is wel iets zeg maar, wat corona me wel heeft gebracht. En niet mij, maar wij, ons als organisatie uiteraard. Ja, een stukje urgentie in de organisatie. Precies, ja. Ja. Mooi. Ja. Nick? Bij ons was het naar de consument toe. Dat is echt iets heel anders natuurlijk dan retailers. Het is echt, maar je kan wel een mooi je eigen verhaal kwijt. Dat is het leuke aan rechtstreeks tot de consument. Je krijgt ook veel meer feedback van oké, wat willen jullie en wat kunnen wij gaan doen? Dus dat is ook iets heel nieuws. En we hadden gelukkig met Cloudsheet hadden wij onze webshop headless opgezet. Zodat de voorkant is echt helemaal voor onszelf. Dus wij kunnen alles veranderen, echt letterlijk dezelfde dag nog. En het stukje checkout is echt van wat we bij Cloudsheet hebben draaien. En dat is het mooie, want die beheren gewoon het order afhandeling en zo. En we hebben dus alle vrijheid. Dus het is ook platformvrijheid. En dat is voor ons ook een mooie manier om ons verhaal veel meer te vertellen. Van wat we allemaal doen. Lokaal produceren. Welke landen we allemaal zitten. Het geeft zoveel meer mogelijkheden om de consument te leren wat wij als merk zijn in plaats van via de retailer. Dat is toch iets heel anders. De retailer weet wel iets over ons, maar niet zoveel als wij zelf natuurlijk. Dus dat kunnen we nu allemaal uitdragen. Dus dat is denk ik wel wat we iets hebben geleerd. Maar daarnaast is het wel weer de vindbaarheid van ons webshop vergroten. Dat is wel een uitdaging, want ja, wij dachten, nou ja, we hebben een webshop, maar ja, winkels gaan dicht, dus mensen gaan ons wel vinden. Maar dat was niet zo. Je zag echt, de winkels gingen dicht en onze aantal mensen die op onze webshop kwamen, die werd ook gewoon gehalveerd in sommige landen. Dus dat was wel schrikbarend. Dus dat is ook iets wat we moeten gaan uitzoeken en gaan testen van oké, hoe word je vindbaar? Maar ook welke kanalen passen bij ons, weet je wel? Niet alle kanalen die er bier zijn, die past ook bij het merk zelf. Dus dat is een hele, voor mij een leertocht van oké, wat wil je gaan bereiken en hoe? Dus dat is waar wij nu mee bezig zijn vooral. Oké, ook als toeleverancier, nou, ik denk dat je een mooi punt aansnijdt is, hè, je ziet dat, dus ik zie een vraag daar, misschien... Ik ben benieuwd wat de retailer er zelf van vond, dat jullie uiteindelijk de eindklant gingen bedienen in plaats van alleen de retailer. Ja, die schrikt wel, want die denkt opeens van ja, je gaat onze markt gewoon zelf. Maar wij willen wel gewoon zorgen voor dat het elkaar versterkt. Want je merkt ook dat als we onze retailers beginnen, onze webshop ging ook minder. Dus we zien het ook de andere kant op. Dus je moet ze ook bewust maken van ja, als wij een webshop openen, je ziet ook heel veel mensen, we hebben wel eens onderzoek gedaan, maar 52% gaat eerst online zoeken en dan toch naar de winkel om het te kopen. Dus het versterkt elkaar denk ik alleen maar. En dat is wat je bij hun moet gaan aanbrengen van oké, het versterkt ook jullie. Dus het versterkt het merk. Dus ja. Samen kunnen we er gewoon meer van leren. Dus het is wel moeilijk, maar het langzaam proberen te beseffen van ja, het is gewoon eenmaal nodig. Ja, dit is wel mooi wat je zegt inderdaad, want dat kan ik wel beamen. Wij hebben zelf ook vestigingen, wij noemen het de stores. En juist vanuit zeg maar, die klant en de vraag en de verandering daarop, zeg maar, we willen juist niet dat kanaal isoleren. Hè? Dus we zeggen ook, zeg maar, die klant zeg maar, die willen we echt centraal neerzetten. Maar de kruisbestuiving tussen die twee kanalen met name, dus zeg maar, web zeg maar, in combinatie met onze stores, daar zagen we uiteindelijk ook zeg maar, van dat de winstgevendheid van die klanten met name ja, een stuk groot was. Ja. Dus dat oriënterende verkeer, zeg maar, wat leidt zeg maar, uiteindelijk naar bezoek, dat is één. Waarbij het bezoek zeg maar, uiteindelijk wel weer leidt voor een account op je webshop. Dat is dan weer twee. Dus op die manier verstevigt dat inderdaad elkaar echt wel. Ja, het versterkt je merk. Dus absoluut. Je mensen leren het ook van beide kanten kennen. Ja, precies. Het
is denk ik voor beide gewoon een goede combinatie. En dat maar wat je ziet is dat het leven er niet makkelijker op wordt. Hè? De complexiteit neemt toe, want je hebt meerdere doelgroepen die je moet bedienen. Verschillende kanalen. Diederik heeft het al over socials. En ik denk dat je 2 jaar geleden nog niet op Instagram zat, Diederik. Ja. Of nu wel? Ja, ja. Ik heb ook volgers. En dat vergt wel wat van je infrastructuur. Maar ook van je, ja, de manier van hoe pak je dat aan. En dat gaat niet vanzelf. Nee, is ik zo. Nou, dat is een mooi bruggetje naar hoe pak je dat aan. Hè, want als jullie... Oh, dat gaan we niet goed doen. We hebben natuurlijk... Wat gaan jullie aanpassen in jullie strategie voor de toekomst? Hè, wat hebben jullie allemaal van plannen? Wat zijn interessante ontwikkelingen waar jullie naar kijken? Trouwens, als er tussendoor nog een vraag komt... Feel free, hè. Dat is alleen maar goed. Maar ja, Diederik... Omnichannel. Ik geloof heel erg in dat je niet alleen online, maar het hele omnichannel en bijna wat die meneer daar vraagt van, lever jij ook aan een consument? Nee, dat doe ik nog niet. Maar ik had wel een klant en die stond in Loods 5. En ik vind Loods 5 een geweldig leuke winkel zelf. Dat inspireert me. Beter dan de leegstand in de stad Utrecht. En ik denk, weet je, ik ga gewoon spek kopen. Dat is een klant, die ga ik gewoon kopen. Dan kan ik rechtstreeks, misschien niet eens onder kersten, maar onder andere naam gaan verkopen. Maar wij geloven ontzettend in de omnichannel denken. Dus wij praten met klanten, grotere klanten. Goossens, een grote meubelretailer. Die kan niet in zijn winkel alle woonaccessoires hebben. Maar we hebben een magazijn vol. Dus ik kan gewoon dropshipments gaan doen. Ja, daar gaan wij ons... dat zijn dingen waar we voorheen zeiden, we gaan we nooit doen. Zonde, we gaan toch dat niet doen voor die klant. We gaan het wel doen. En die klant is ook nog bereid om extra ervoor te betalen. Dat heb ik ook gemerkt. En wij hebben ook gezien eigenlijk dat in de nieuwe wereld... dat die investeringen ontzettend kostenbesparingen met zich meebrengen. Want we denken, het kost wat. Maar ja, we hebben geen binnendienst meer die in orde zit te doen. We hebben geen problemen met prijzen. Als we op een beurs staan, vraagt iedereen hoeveel korting krijg ik. Dat is heel normaal, hè? Nederlanders, maar Italianen ook. Online kopen ze gewoon alles en ze betalen. We hadden 3 mensen voor de betaling. Ik heb nu nog 1,5. Want het gaat allemaal automatisch. Ja, het is een... Maar we blijven niet stilzitten. En ik weet veel te weinig van al die nieuwe dingen. Dus ik wil graag allemaal hele jonge mensen om me heen hebben... die mij gaan vertellen wat de wereld is. Want ik had nog nooit van CEO en CEA gehoord. Maar ja, die moeten mij wel inspireren. Ja. Ik kende alleen Theo en Thea. Ja. Ook leuk. Lang geleden, ja. Zo. Ja, nee, wij zijn veel meer in segmenten gaan denken van klanten. Ik vind het wel mooi wat Diederik zegt. Als ik kijk naar onze grote klanten, dan praat ik over de Jumbo's of Albert Heijn. Ja, die kopen niet over het algemeen meer bij ons via een webshop. Nee. Want die willen het gelijk in de eigen inkoop, omgeving hebben, in het eigen EEP. Die willen gelijk alles kunnen volgen, daarna tot en met facturatie en uitlevering toe. Maar die kleinere klantsegmenten, ja, die maken optimaal gebruik van een webshop. Ja. He, dus daar zijn we veel meer op gaan afstemmen in assortiment, in de manier waarop je uiteindelijk personaliseert online. En ook vanuit de klantbediening. He, een accountmanager zetten wij over het algemeen niet meer in op een klant die nog eens zijn potentie moet, laten we zeggen, waarmaken als het ware. Weet je wel? Ja. Die accountmanager komt er maar op klantspecifieke wensen. Dan komt die accountmanager pas in beeld. Het online kanaal dient ook deels om de potentie in feite gewoon goed te kunnen beoordelen, optimaal gebruik te maken van je meetgegevens in relatie met derde partijen zoals een Gweden, waarbij je dus ook ziet wat uiteindelijk weer het krediet kan inhouden, wat de totale omzet is en daar kan je op gaan sturen, maar wel heel erg doelgericht op klant. Ja. En op die manier, door corona, zijn wij wel veel meer gaan kijken van oké, we hebben kleine klanten, we hebben wat minder kleine klanten, tot en met de mega klanten die er zijn. En dat heeft echt wel dankzij corona een boost ook gegeven. Ja, bij ons is het vooral de verdeling van de kanalen. Zorg dat je niet via 1 kanaal, maar kijk hoe je het kan spreiden. Dan kan je de klap, zoals hier, kan je veel makkelijker opvangen. Dan hadden we in plaats van die 95% hadden we misschien een kleiner verlies geleden, maar dan hadden we wel gewoon via onze webshop gewoon goed kunnen verkopen. Ja, precies, ja. En dat is gewoon iets wat we wel echt, wat denk ik wel het hardst bij ons aangekomen van oké, verdeel het gewoon. Doe meer de kanalen, want dan kan je het gewoon mooier verdelen. En leer ook de consument kennen. Het is gewoon, ze zijn totaal anders dan de retailers, maar ook van hoe willen ze een levering bezorgd hebben, hoe willen ze het aanbod zien, wat willen ze allemaal. Er is zoveel te leren aan die kennis. Die data die is zo waardevol. Dus dat is voor ons echt denk ik de grootste aanpassing. Gewoon kijken waar kansen liggen en
wat moet je er allemaal voor hebben? En haal die kennis in huis en leer daar weer van. En, en dan kun je ook weer terugspelen naar de retailer. Van oké, misschien kunnen die ook weer iets leren van wat wij leren uit onze B2C-kanaal. Dus er zijn zoveel kansen nog met deze crisis eigenlijk die we hebben geleerd. Dus maakt het alleen maar interessanter eigenlijk, vind ik. Ja. Ja. Ik heb nog één ding, lead-generatie. Ik heb een vriend van me en die verkoopt aan horeca. Nou, dat was dus, die had dus niets meer. En die heeft een of ander bedrijf bij hem. En die heeft allemaal dus op Facebook, Instagram, dus advertenties gedaan. En heeft daardoor een order van 1 miljoen gekregen van de politie mondkapjes. Dat wilde ik in het begin ook gaan doen. Ik denk van, daar ga ik echt heel veel geld in gooien. 300.000 euro en dan krijg je 1 miljoen terug, zeggen ze. Maar toen vertelde die man, maar hoeveel prospects heb jij eigenlijk? Nou, die je mag bereiken. Ik zei, nou, 11.500. Dus hij zei precies zoals jij zei, ga je daar nou maar eens op focussen. En wij focussen nu op groepjes daarin. Maar ja, wij willen wel daar ook een lead generator daarvoor hebben. Zodat die mensen een mailtje krijgen en nog een keer een mailtje awareness creëren. En op een gegeven moment wil je nou dat ze gaan kopen. Dat is ook een stap die wij nog moeten zetten. Ja. Maar daar zijn we wel al over nadenken. Ja. Maar inderdaad, het is die focus. Ja. Helemaal eens. Ja. Voorbeelden van paardenkoper in dat kader. Hè? Want dit is een technische ontwikkeling voor in dit geval Kersten. Waar kijken jullie naar? Waar zijn jullie mee bezig? Nou ja, het begint in principe natuurlijk bij het oriënteren. Hè. Ik bedoel, wat net ook al werd genoemd. Ik bedoel, het oriënterende publiek maakt gewoon gebruik van het web. Er is geen klant bij ons die zal zeggen, joh, weet je, ik wil een EDI-verbinding van je hebben. Die zal er echt niet zijn. Hè, dus iedereen begint bijna op het web. En toevallig las ik het onlangs nog. Ik dacht zelf bijna 80% in de zakelijke markt die zich online dus oriënteert. Weet je, dus de eerste stap is altijd zeg maar, gewoon die registratie. Dat is gewoon het meest belangrijke. En die registratie voor de rest, maar laat ik zo zeggen, heeft geen verdere verplichtingen natuurlijk bij een B2B-organisatie. Behalve het krediet. Dat is een belangrijke. Ja. Dat is ook een verschil, denk ik, misschien met de B2C-markt. Maar vanuit daar krijg je wel gelijk informatie als je dus het KVK-nummer bijvoorbeeld, als je maar gebruikt om meer informatie van die klant, zeg maar, via derde partijen naar je toe te halen. En dan praat je dus over koppelingen. Dan praat je over koppelingen met een Gweden en een kredietbeoordelaar. En die kan je toepassen uiteindelijk in je customer lifecycle model. Ja. He, en op het moment dat er dan een Unilever 2 klant zich registreert, dan moet je niet gaan zitten afwachten. Nee. Dat is natuurlijk niet het verhaal. Dan moet je wel die accountmanager daarop zeg maar, gaan informeren. En die kan hem dan overnemen. Want de kracht zit hem bij dat soort klanten in die verbinding tussen online en fysiek. In de B2B-markt in ieder geval. Ja, dat zijn echt hele sprekende voorbeelden waar we echt heel erg van geleerd hebben. En de kleinere klant die heel erg naar het consumentengedrag zeg maar, neigt uiteindelijk. Hè, want dan zie je toch meer dat gedrag zeg maar, ontstaan. Die laten we zoveel mogelijk zeg maar, gewoon bediend worden via het web. Ja. En dat is echt een heel groot verschil. Dit is wel echt een heel mooi voorbeeld. Als we hier 3 jaar geleden hadden gestaan, dan durf ik te stellen dat dit verhaal echt heel anders was geweest. He, dan was het aanvullend geweest. En nu zeg je in feite, dit is gewoon onze hoofdactiviteit. Dit is ons kanaal en zo doen we het en niet anders. Nick, wat zie jij voor ontwikkelingen voor jullie nog op technologisch gebied? Zoveel, genoeg. Ja, het is gewoon vooral veel testen en proberen. Kijken wat werkt. SEA en SEO, dat was voor ons ook een soort van, was altijd een soort van verboden woord. Nu is het gewoon iets van, we gaan het gewoon testen. Kijken wat werkt, wat niet werkt. Ja, en we hebben vorige ook gemerkt, sommige dingen werken ook niet zo. Want sommige klanten die zeggen, ik heb SEA en werd gelijk kwamen 1000 orders binnen. Ja, bij ons was dat gewoon niet het geval. Bij ons moet het gewoon leren van, oké, maar op wat voor woorden zoeken onze doelgroep? De concurrentie zit er nog eens bij, van wat doen die? Het is gewoon heel veel leren. Ja. En ik denk dat, maar ook qua vervoerders van, welke vervoerders ga je per land kiezen? Ja, het is, in Nederland werkt dan misschien PostNL of DPD, maar in Zweden willen ze een Budbee, een andere vervoerder hebben. Ja, ga je die ook weer bedienen? Dus het is gewoon heel veel zoeken. En in het voorgesprek gaf je een mooi voorbeeld van we overwegen om naar Japan te gaan. Ja. Hoe ingewikkeld is dat dan opeens? Zoveel uitdagingen en dan ga je daarin. Ten eerste leuk om die website uit te gaan zoeken van oké, wat staat er? Ja, dat is al een uitdaging en er komt zoveel anders kijken. Dat is weer een hele andere stukje van hoe mensen daar ook betalen, hoe ze vervoeren. Postcodes, adresdingen, daar moet je allemaal rekening mee houden. Dat is niet zomaar als Nederland 4 cijfers en 2 letters. Het is gewoon weer een heel nieuw stukje. Maar het maakt het ook weer leuk, dat maakt het weer uitdagend. En nieuwe kansen.
Wat ik denk op jullie mee zou willen geven is, hè, vroeger hadden we de angst voor het kanaalconflict. Er werd ook al even in de zaal een vraag over gesteld. Diederik geeft aan van ja, we doen het nog niet, maar goed, wanneer doe je het dan wel? En Nick heeft eigenlijk gedwongen, heeft hij het moeten doen. Jullie deden het op een bepaalde manier, maar we hebben heel veel groothandels en merken gezien die uiteindelijk dan toch op een bepaalde manier de stap gezet hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat ook op een goede manier uitlegt aan je bestaande klantengroep. En dat je probeert daar ook de versterking te zoeken. Je kunt ook denken aan een optie om je eigen site open te zetten. Maar dat je in de checkout een klant vraagt van met welke retailer zou je deze order willen doen. Dan kun je zeggen, ja, dat is een conversiekiller. Maar het kan ook een manier zijn om juist wel je retailer aan je te binden. Oké. Wat zijn jullie verdere toekomstverwachtingen? We gaan richting einde. Misschien willen we ook nog wat vragen laten stellen. Hoe zien jullie het voor je? Door corona is het omarmd. We gaan niet meer terug naar het oude. Alhoewel staan we hier op een beurs. Nou, wat is er oud? De jaarbeurs, de oudste beurs van de wereld, daar staan we weer terug. We zeggen we gaan het niet doen en dat doen we toch. Maar wij gaan het wel doen voor awareness, maar niet meer een stand van 300 meter. En ik zie de toekomst echt heel erg rooskleurig tegemoet. Want er zijn virussen zijn er altijd. Dan is een griepvirus, dan is corona. Dus er gebeurt altijd wat. Het gaat wel meer op afstand. Er zullen dingen, daarom is digitalisering heel belangrijk. We lopen in Nederland heel erg voor. Ik wilde een campagne in Duitsland doen. En toen zei die man, ja, dat moet je helemaal niet doen, want die mensen hebben helemaal niet zoveel devices als wij. Ja, dan moet je weer op een andere methode doen. Dus ik zie de toekomst digitaal, omnichannel, gezond tegemoet. Werner. Ja, het is, weet je, de sense of urgency die is inderdaad duidelijk geworden en het besef daarmee intern ook. Wij zullen in de aankomende periode met name gericht zijn op het fundament van de organisatie. Hetgeen enerzijds een stuk techniek is. Binnen de groothandel is de EEP-omgeving is gewoon echt cruciaal voor uiteindelijk al je processen. Dus daar zal ze maar bij ons behoorlijk veel werk aan gaan verricht worden. Dat is één. En het tweede onderdeel is de data. Ja. Data is bij ons, omdat wij al jarenlang op een systeem draaien waar heel veel maatwerk in zit. Nou, sommigen van jullie zullen ongetwijfeld dan wel weten wat dat nog maar voor consequenties kan hebben. Dus die consistentie is van belang en de kwaliteit van de data moet echt heel erg omhoog. Ik vind dat wel een goede, Werner. Wij hebben ook een ERP-systeem en ik dacht dat een ERP-systeem leidend is. Daar geloof ik niet meer in. Nee, ik geloof aan alle add-ons. En dus CloudSuite is een add-on, en Slimstock is een add-on, en WMS is een add-on. En daarna hebben we een transactiedata-machine nodig, het ERP-systeem, en een hele grote BI-box. Dat zeg je terecht. Ja, precies. Uit BI, dan kan je Target of Power BI, dan kan je zoveel dingen halen. Ja. Maar ik kan je wel, dat is een advies wat ik je wil geven. Dank je wel. Alsjeblieft. Als je met een ERP aan de slag gaat, waar uiteindelijk neem je welk besluit? Dat is heel erg belangrijk vanuit het businessproces. Dat snap ik. Maar wij hebben juist alles in dat ERP-systeem gegooid. Ja, dat moet je dus niet doen. Maar je wil niet uiteindelijk in een best-of-breed situatie terechtkomen waar overal besluitjes worden genomen wat nergens ergens staan. Nee, zeker niet. Want dan ga je overzicht ook kwijt. Kijk, nou, die mag je meenemen, Diederik. Nick. Ja, voor ons zal de markt is gewoon veranderd. Er zal wel retailers er wel weer een beetje op klimmen en het zal wel weer iets meer. Mensen springen ook wel naar de winkel te gaan, maar het zal nooit meer denk ik als het oud worden. Maar ik denk dat er gewoon online een hele nieuwe doelgroep ook is gekomen die gewoon het heeft ontdekt van wat is het om online te bestellen. Hoe makkelijk is het? En dat daar moeten de merken en de dingen alleen maar op ingespringen van hoe maken we het voor mensen makkelijker en plezieriger? Hoe gaan we ze een merkbeleving geven? Weet je wat? In de winkel ook kan, maar online kun je ook een hele beleving geven aan consumenten. Van waar sta je voor? Wat willen ze? Dus ik denk dat we daar zoveel van kunnen leren met z'n allen. Ja. En dat is gewoon een. Ik denk dat cross-border shoppen ook gewoon steeds normaler gaat worden. Mensen zijn best wel bang altijd voor over de grens kopen. Maar je ziet dat daar gewoon best wel ontwikkeling is van dat mensen dat steeds makkelijker vinden. Het wordt steeds veiliger als je de goede shops hebt in ieder geval. Maar ik denk dat het grootste verschil is wat ik zie. Oké. Ja, ik denk dat corona heeft aangetoond dat bedrijven
wendbaar moeten zijn. Hè? Dat je je snel en relatief eenvoudig moet kunnen aanpassen aan een hele nieuwe situatie die we van tevoren niet hebben kunnen bedenken. En jullie noemden het al even, maatwerken is daarin echt een blok aan je been. Ik bedoel, kijk daarmee uit, want het is iets wat vandaag misschien voor jou zo geschreven is, maar morgen helemaal niet meer werkt, maar dan zit je er wel aan vast. En dat is wel iets wat we maar al te vaak zien in de praktijk. Ja. En dat wil ik graag... Oké, nou, dank jullie wel. Is er nog iemand met een prangende vraag? We gaan richting eindje. Nee, dan neem je altijd een risico als je dat doet natuurlijk. Hè. Dat risico heb ik genomen. Resumerend denk ik dat er... ik zei net al van 3 jaar geleden hadden we hier niet zo gezeten. Hadden we dit gesprek niet zo gevoerd. Hadden we heel veel skepsis ontvangen over de accountmanager krijgt een heel andere rol. Dat soort zaken. Hè. Daar hadden we heel anders tegen aangekeken. Daar heeft die crisis voor gezorgd. Dus gebruik die crisis... om weer terug te keren bij Winston Churchill. Don't waste a good crisis. Ik dank jullie wel. Dankjewel. Leuk. Ja, jullie uiteraard ook bedankt voor deze leuke en leerzame interactieve sessie. En ook de tips die jullie hebben gegeven. Fijne dag jullie allemaal nog.